Hallo en welkom kijkers van en bewoners van een gamestad. Welkom hier bij Wesler met de nieuwe serie SimCity. Want ik had de vorige video gevraagd welke game die jullie wouden zien. En SimCity kwam daar vrij vaak uit en ik heb die ook gekozen, want ik vind het spel heel erg leuk. Ik wil wel één iets zeggen, ik heb niet de Cities of Tomorrow DLC, wat ik wel spijtig vind langs één kant. Maar goed, we gaan beginnen. Dit is ons eiland. Dit hier zo. Mooi eiland. En we gaan hier wat beginnen met een paar weggetjes daar te zetten. Zo. En dan verbinden we die ook zo. Voilà. En dan gaan we, ja, dan gaan we beginnen zonen. Dus we gaan woonwijk hier. Woonwijk daar. Winkeltjes hier en een woonwijk daar. En nog een woonwijk daar. Voilà. En dan moeten we, ja, de mensen zien te laten inwonen. Dan gaan we eerst water. We moeten eerst voor water zorgen. Dat kunnen we best hier zo doen of zo. Voilà, dan hebben we ook al water. En stroom. Ja, stroom. Stroom is zo weer het lastige, weet je. Ik zou willen meteen beginnen met een zonne-energiecentrale. Maar ik denk eigenlijk dat dat eerder slecht zal verlopen. Dus we gaan dit, maar doen dan. Zoji. Voilà. Zo komt het wel. Ah, kijk. De elektriciteit is er, mensen. De electricity is there. Voilà. Oké. Dit is onze stad. Yeah. We moeten ook sewage. Ah, fuck. Ja, sewage. How are we gonna deal with that? Ik wil het liefst alle crap zo daar. Hier, al de crap. En dan voor de rest van mijn eiland wil ik de beautiful shizzle. Oké, nou, zo, voilà. Daar zijn we ook een tijdje goed voor. Oké, dan gaan we nog wat meer wegen aanleggen. Want ik wil een grote stad met een skyline waarvan je denkt van... New York. Oh nee, dat meen je niet. Kom op. You're kidding. Ik heb de watertoren perfect op een mooi plaatje gezet. Echt waar. Oké dan. Of course, hè? Je kunt geen snelweg bij bla bla bla. Nee, dan doen we het zo. En dan doen we dit stukje weg. Dat is wel niet echt terecht, hè? Ja, fuck it. Echt, fuck it. We gaan dat zo doen. We gaan dat zo. Zo mooi doen. Ik wil nog meer. Zo. Ja, zo is het goed. Alright. Dan gaan we... wacht hoor. Want we moeten hier ook nog... Die railroad... Oké, we gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Zo. En dan hier woondinges. En dan hier een stuk winkel. Maar ook een groot stukje dit. En zo. Voilà. Ah, dat ziet er wel leuk uit, hè? Dat ziet er prachtig uit, als ik het zo mag zeggen. Nu begint het een beetje te regenen. Oké, we gaan eens kijken welke zaakjes hier allemaal ontstaan zijn. Leegstaand bedrijf. Oké, vlees en burgers. Mensen die even een burger willen halen, kan je dat halen bij vlees en burgers. De lamapomp, wat? De lamapomp. Wel, oké dan. Whatever. We hebben een kleine vraag naar industrie. Maar ik denk niet dat we dat nu al willen doen.
industrie. Daar heb ik eerlijk gezegd niet echt zin in. Voor het gemeentehuis moeten we genoeg plaats hebben. Dus laten we zeggen dat we het gemeentehuis gewoon hier... wel, ik denk dat het beste is als we hem daar plaatsen, nietwaar? Zo. Yay, iedereen is blij. Gesloten, collega's gezocht. Oh, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Vraag naar woonwijken, middelmatig, oei. Geef je stad een naam. Want Tamarine-eiland is niet echt cool, hè? Oké, een hilarisch grappige naam. Een zonnige stad. Maar we kunnen het effectief een game stad noemen, maar dat zou een beetje lame zijn, niet waar? Maar dat, in welke stad woon je? In een game stad? Ja! Ja! Nee. Ik denk aan steden die we in de echte wereld ook hebben. Waar kunnen we iets mee vervormen? San Francisco. San Francisco. Weslo de Janeiro. Wat? Los Angeles. Daar kan ik niets mee doen. Dit is moeilijk. Een naam verzinnen, dat is het moeilijkste in deze serie. Een naam. Ik denk aan echte steden die we... Wesco. Nee, want dit is tropisch. De Hawaii. De Hawaii is een eiland. Dat is geen stad, denk ik. Ofwel. Wauw. Ik moet dringend mijn aardrijkskunde bijschaven, weet je? Een naam is het moeilijkste van allemaal. Jesus. Ik ga ondertussen even hier kijken. Wat die mevrouw wil. Als je 2500 inwoners hebt, zijn we officieel een kleine stad. Dan kunnen we een stadhuis bouwen. Dat is nogal haalbaar. Zeker. We zitten al aan 1000. Dus graag, jongen. Dat doe ik graag. Maar ik wil mijn stad een naam geven. En ik weet dat dat geen stadnaam ding is. Wacht hoor. Even. We noemen het iets. Jullie noemen mijn stad. Want ik kan dat ten alle tijden aanpassen. Ik vraag aan jullie om in de beschrijving, in jullie reacties, een naam te zetten voor mijn stad. Voilà. Opgelost. Problem solved. Ik wil eigenlijk daar nog een stukje winkel tussen. Of niet? Nee, is niet nodig, jongen. Is niet nodig. Dit gaat nu wel een probleem zijn voor het gemeentehuis, hè? Want ik kan hier niet zomaar door. Maar wat ik wel kan doen is dit. Zo, en dan tot daar. En dan van daar zo gaan. Oh yeah. Oh yeah. I'm the main. Ik ben al mijn geld aan het besteden aan wegen, maar ik vind je planning van de stad vind ik altijd heel erg belangrijk. Dus daarom. Daarom doe ik dat. Zo. Even. Altijd. Ik doe dat altijd. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik doe altijd eerst het plannen en dan pas. Ja, doe ik er effectief iets mee. Ik weet niet hoe dat komt, maar wel. Het is nu eenmaal zo, zeg. Dat we hier nog... Wat we willen vermijden is verkeer. We willen dat de mensen meerdere manieren hebben om in bepaalde straten te komen, snap je? Dus dat wil ik totaal niet beperken ofzo, want dat is het slechtste dat er is. Dus we gaan hier ook een paar intersecties doen, zodat het verkeer niet langs één ding moet gaan, want dat is nogal redelijk fucking irritant. Want dan verstopt heel je stad. En dat is niet leuk, hè? We gaan ondertussen wat parkjes neerzetten.
Zou dat niet cool zijn? Wat parkjes, wat natuur. Een vijver of zo. Want hier door het stadhuis krijgt deze regio wel een heel leuke feeling. Dus laten we die feeling even overgaan tot de hele buurt. Zodat we hier lekker wat medium bevolking dinges hebben. Oh yeah. Yeah. Hell yeah, son. That's what I'm talking about. Hell yeah. Ik denk eraan om hier zo ook wat parkjes te zetten. Om deze mensen toch gelukkig te houden. Want ja, die mensen zijn redelijk ongelukkig, kan ik me voorstellen. De vlees en burgers is weg. Het is nu benzinepomp het rotte ei. Benzinepomp het rotte ei. Wauw. En wat is dit? Lamasap. Wat heeft het spel met lama's? Serieus. Wat is dit? Het verstopte servet. Gustavs. Melk en suiker. De namen van deze dingen zijn zo grappig. Wat is dit? Hey, burgemeester Wessler. Dit is een geweldige stad, hè. Maar ik moet wel ergens werken, hè. Plaats alsjeblieft wat industriële zones. Daar wordt binnenkort voor gezorgd, meneer. We gaan namelijk een drukke hoofdweg. We gaan een drukke hoofdweg, namelijk... Ik wil een drukke hoofdweg helemaal naar daar doen, maar dat is niet echt mogelijk. Het zou op zich wel cool zijn als we hier zo'n hele... Nog een extra ring hebben, zo. Zou wel cool zijn. Dat is ook handig om voor te transporten, zo. Het moet eventjes wachten, want ik moet eerst even kijken. Wat zijn onze demands? Vooral commercie. Commercie is belangrijk. Dus dan doen we hier wat commercie. Dan gaan we hier wat commercie steken. En hier ook. En dan gaan we gelijk ook door een woonwagen inzitten. En daar ook heen. Why not? Why the frick not? Oké. Ja, het is tijd voor industrie, hè. We moeten wel. Alright. Let's bring this road out to here. All the goddamn way. En nog zo'n wegje. Zo. En dan verbinden we dit zo. Alright. En dan gaan we starten met de factories. Hier. Industriële zone. Ja, de wind zit wel langs de verkeerde kant. Maar ja. Wat doe je eraan, hè? Wat doe je eraan? Je doet er helemaal niets aan. Zo, we zitten aan 1349 mensen in deze prachtige stad. Hier gaan we de helft winkel... Nee. Hier gaan we de helft winkel doen. Hier komt gewoon een woonwijk. En de rest van dat wordt een woonwijk. En dat wordt een woonwijk. Zo, ik denk dat dat beter is. Want... Te veel winkels betekent ook werkloosheid voor die factories. En dat wil ik niet. Dat wil ik te kosten wat het kost vermijden. Werkloosheid is een van de ergste dingen die je kan hebben in je stad. En dat is zo fucking irritant. Ja, ik denk wel dat die mensen ver genoeg kunnen lopen, zeker naar de winkel. En anders hebben ze pech. Dan hebben ze gewoon pech.
Nee. En ik verdien 2000 per uur, dus dat is lekker. Hoe staat het met de stroom? Lekker. Hoe staat het met water? Ook goed. Sewage. Fantastisch. Tot nu toe nog geen problemen. nog geen problemen. Plaats industriële zones voor 2 extra gebouwen. En dan gaan we hier nog een weg zo naar buiten brengen, nietwaar? En dan kunnen er daar nog wat fabriekjes. Hier zo. Maar ik denk dat het vooral door die industrie is dat we... Ah nee, het is vooral door de woonwijken dat we geld verdienen. Alright. Voilà, we hebben die missie voltooid. Kijk, Shamshag. Dat is leuk. Verwelkom 5000 inwoners. We're working on that. We zitten aan 3000. Ja, jullie moeten een naam achterlaten in de reacties. Dat zou heel erg fijn zijn als je dat zou doen. Ah, check dit. Oh yeah, we hebben veel gedaan in deze aflevering al. We hebben al heel veel gedaan. En dat is ook heel goed. Ik denk dat het ook tijd is om een schooltje te zetten. Want dat is wel leuk. En we kunnen het betalen. Dus misschien kunnen we deze aflevering ook wel een schooltje plaatsen. Ik denk dat de beste locatie hier is. Omdat je hier meer uitbreiding hebt. Of daar. Maar dat is zo ver van de woningen. Zo. Daar komt er een school. En dan plaatsen we wat... busstops. Hier en daar. Hier en daar wat busstops voor de bussen van school om kindjes af te halen. En dan komen de kindjes naar school met de bus. Met de schoolbus. Zo. Ah, dat ziet wel leuk uit. We gaan hier ondertussen ook al een paar bushaltes zetten. Zodat als we daar woningen zetten, dat de mensen ook naar school kunnen. Ik ga trouwens natuurlijk het bordje, dat is het coolste aan dit spel. Je kan op elk gebouw dat een functie heeft zo'n bordje zetten. Great school. En een vlagje. Ja, een vlagje. Great school. Misschien moeten we ook wel een extra bus nemen, zodat elke leerling kan worden opgepikt. We zullen het wel zien als die school vol zit. Ja. Als het vol zit, zullen we dat wel zien. We hebben heel veel vraag naar medium woonwijken. Dus wat ik even ga doen is dat. En dan gaan we ook even naar het park. Natuur. Nature. The power of nature. Zo. Even wat medium woonwijken creëren. Zo. We zullen daar wel een ding zetten. En hier zo. Ik denk trouwens dat ik dit park wel even ga pimpen. We gaan de park even pimpen, jongen. Yeah. Pimp dat park. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg moet zijn. Om die demand wel naar beneden te halen. Dankjewel. De vraag naar industrie is weer oké. De zaken gaan wel goed. Kijk, we gaan even naar onze fabrieken kijken. Want dat is hilarisch. Paf maar door. Een bedrijf waarschijnlijk voor sigaretten. Paf maar door. Nagellakfabriek. Teer en smurries. Wat? Donut deeg ink. Eetbare vullingen. Dubbele dip. Labelen en Tapen Corporation. Yeah. Toms bandenverversing. Piepende donuts. Yeah. Cody's Burgerfabriek. Shit. Bizarre repar... Wauw. We komen om een afvalburgemeester.
aan deze berg te zien, heb je niets om op te halen. Zorg voor een stortplaats. Dat is misschien ook wel handig als we een stortplaats ergens neergooien. Dat is inderdaad wel handig. Dat is niet zo duur. Daar valt nog wel mee. Niet waar? Ik denk dat we het best meteen verbranden. Want, anders komen we waarschijnlijk toch redelijk in de problemen. En ik heb er ervaring mee met de afvalverwerking in een stad. Soms is dat nu niet bepaald lekker. Wegen. Ik wil graag wegen upgraden. Zoals hier wil ik dat naar een redelijk drukke weg. Want ik wil dat deze huizen gaan upgraden. Dus we gaan dit even upgraden. Naar een redelijk drukke weg. Oh, dat was naar een drukke weg. Shit. Oh wel. Oh shit, dat was al ook al. Oh, whatever. Whatever. Die huizen zullen gelukkig zijn binnenkort. Oké. Maar ik denk dat dit de aflevering was. De eerste aflevering van Sim City. En dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Waarin we al deze dingen doen. Waarin we, ja, meer huisjes starten. We gaan waarschijnlijk ook dit wel halen volgende keer. En dan, ja, dan gaan we onze stad beginnen uitbouwen. En misschien verder doen met de industrie hier. En nog wat extra shizzle. En ik zie dat school volledig vol zit. Dan moeten er natuurlijk een paar dingen bij, ja? Oké. Dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Zoals altijd, Wes eruit. Laat een like achter onderaan de video als je deze zeer leuk vindt. En deel hem met je vrienden. Abonneer op GameStad en abonneer op WesCraft. En dan zie ik je de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Daag!